Hallo, ik ben Jurri en ik ben vakman bij Woonservice. En we krijgen regelmatig in de herfst en de winter vragen over vocht en schimmel in de woning. In dit filmpje leg ik uit hoe je in 5 stappen vocht en schimmel in uw woning kunt voorkomen. Maar eerst even dit, wat is ventileren? Ventileren is de ramen op een kierstaal doen en de rooster openzetten. Bij ventileren komt er steeds frisse lucht de woning binnen. Dit is wat anders dan luchten. Bij luchten zet u extra ramen en deuren open, zodat u in korte tijd veel vocht kwijt kunt raken. Waarom is ventileren belangrijk? Zonder ventilatie wordt de lucht in uw huis vuil en vochtig. Dit kan voor veel ongemakken zorgen. Vocht, muffenlucht, bacteriën, schimmels. Doordat woningen steeds beter geïsoleerd zijn, kan vochtige lucht moeilijker weg. Goed ventileren doet u als volgt. Stap 1, zet 2 ramen of roosters tegen elkaar open. Heeft u mechanische ventilatie, deze staat standaard op stand 1. Zo bent u verzekerd van frisse lucht in uw woning. Stap 2, zet in ieder geval na het douchen het raampje in uw douche open. Heeft u geen raampje, zet dan de mechanische ventilatie op stand 3. Na het douchen is het belangrijk om de vloer, het sanitair en het kitwerk goed droog te maken. En laat de deur van de badkamer even op een kier staan. Stap 3. Zet de thermostaat nooit lager dan 15 graden. Als het kouder is dan 15 graden, kan er een grotere hoeveelheid vocht ontstaan in de woning. Ook het drogen van wasgoed in de woning kan dit tot gevolg hebben. Stap 4. Maak ventilatieroosters regelmatig schoon, zo blijven ze goed ventileren. Stap 5. Gaat u koken, doe tijdens het koken een deksel op uw pan en doe een raampje open. Met deze 5 stappen zorgt u voor een goede ventilatie in uw woning. Hiermee voorkomt u niet alleen vocht en schimmel in uw woning, u bespaart ook nog eens op uw energierekening. Heeft u op dit moment last van schimmel en vocht in uw woning, laat het ons direct weten. Zo voorkomt u dat er grote problemen in uw woning ontstaan. Heeft u na het kijken van dit filmpje nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.